Hallo Meloten, daar zijn we dan. De laatste video voordat we weten wie de Mol is. Ja, en zo komt er dus een einde aan best wel wat weken intensief speuren naar de Mol, wat best wel jammer is eigenlijk. Maar gelukkig, we kunnen nog twee afleveringen genieten van de Mol, zo moet je het ook maar bekijken. Een aflevering namelijk over ja de bekendmaking van de Mol en een aflevering waarin alle ja, ...verborgen aanwijzingen zaten, maar ook molacties. En omdat we volgende week weten wie de mol is... ...zullen we in deze video het definitieve antwoord moeten gaan geven. En dat doen we door de hints en theorieën die jullie kijkers hebben ingestuurd... ...en op het wiesmol.be forum. Zo zat er misschien wel een hint in het sprookjesboek... ...die we in het begin van de aflevering zagen. Wie was de geheimzinnige tegenstander... ...waar Annelotte het tegenop nam bij de hula hoop opdracht... En een overzicht van Follow the Money, want welke kandidaat verdiende er tot nu toe het minste geld? Ja, dat en meer in deze aflevering van Hints en Theorieën. Vandaag bespreken we dus aflevering 7 alweer van seizoen 9 van De Mol. Mijn naam is Guido Vijen. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Doe dat vooral even, dan mis je ook de laatste video's over De Mol niet. Dat kun je doen door even de rode knopje onder in beeld aan te klikken en geef dan gelijk even een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Het was de aflevering waarin we zagen dat Philippe naar huis te moest en gelukkig maar, want Philippe werd niet het meest verdacht door jullie kijkers. Sterker nog, hij werd zelfs het minst verdacht. Met mij liefst. 10% van de hele stemmen. Het meest verdacht, dat wordt nog steeds Lennart met 43%, gevolgd door Anne-Lotte met 26% en Sven met 21%. Uiteraard ben ik benieuwd, wie van de finalisten verdenk jij op dit moment het meest? Laat het weer even weten door de poll in de beschrijving van deze video aan te klikken. Nou, de aflevering begon eigenlijk met een soort recap van wat we in de voorgaande afleveringen zagen gebeuren. En dat hadden ze niet met een saaie terugblik gedaan, maar in een leuk sprookjesboek verwerkt. En wellicht zat hier wel een aanwijzing in. Ja, op het forum zegt Zakken dat Lennart in het sprookjesboek wordt afgebeeld als een nar. En de nar die staat bekend voor het voor de gek houden van medemensen. Ja, dan gaat het dus om dit shot waarbij drie kandidaten dus gehypnotiseerd werden. En een daarvan was Lennart, die we dus rechts als. ...ja, een soort joker of zien uitgebeeld. Waarom dit nou precies gedaan is? Ja, misschien wel omdat hij dus de mol is. Of vonden de programmamakers hem gewoon de grappigste van die groep... ...en hebben ze hem daarom maar een soort van ja, clown gemaakt of zo. Goed, we gaan door naar de eerste opdracht. Hans en Grietje. Terwijl Lennart en Annelotte een weg uitstippelen met kieselsteentjes naar een soort van landhuis... ...zijn Sven en Philippe verhalen aan kinderen aan het vertellen. Zowel Sven als Philippe vertellen een verhaal... ...en de kinderen moeten dus goed op de details letten. En er zijn ook enkele stukken die zijn weggelaten... ...waarbij dus de verhalenvertellers zelf ja, invulling moeten geven. Nou, Sven die laat heel veel details liggen... ...en daarom wordt er ook bij zijn verhaal geen geld verdiend. Filip daarentegen die vertelt misschien wel iets te veel details... Maar de kinderen weten wel het juiste antwoord te geven. Was ook wel een beetje flauw, want dit antwoord was natuurlijk een stuk makkelijker dan bij het verhaal van Sven vind ik zelf. Het zorgt er in ieder geval voor dat 1000 euro verdiend werd alsnog. Ja, bij Lennart en Annelotte lijkt het ook voor de wind te gaan. Het gaat best wel goed met de kiezelsteentjes leggen en ze komen op een gegeven moment bij een soort van moerassig gebied uit. Daar besluiten ze om gewoon wat extra kiezelsteentjes te gebruiken, wat in mijn ogen best wel een slimme zet is. Zowel het snoephuisje wordt gepasseerd. als een opdracht waarbij. 10 ja, sprookjes met 10 voorwerpen gekoppeld moeten worden. En wat hierbij opvalt is dat Anne Lotte. Ja, bijna geen sprookjes weet. Ik ben er dan ook zeker van dat die vliegt van de uh, repelsteeltje is. Weet Rapunzel heeft genezende tranen. Die kan iets genezen met haar tranen. Ik wist gewoon niet. Dat is niet hetzelfde gelijk in de Disney film. Ja, maar dat is toch een typische vlecht? Ja, wel, het is dat, dat ik niet zo goed weet. En Lennart daarentegen best wel veel sprookjes uit zijn hoofd weet. Dus de meeste goede combinaties, die komen eigenlijk wel door Lennart. Wel grappig, ik zat samen met mijn vriendin te kijken en ja, ik ben niet zo van de sprookjes, maar mijn vriendin wel. Dus die wist precies al al die linkjes te leggen. Dus ik vond het wel grappig dat het in de aflevering dan eigenlijk het tegenovergestelde was. En dat de man ...meer van sprookjes wist dan dat de vrouw van sprookjes wist. Dat was bij mij thuis uh, ja, net iets anders. Nou, omdat ook die laatste opdracht met de sprookjes dus gelukt is... ...mogen de kandidaten door met het leggen van kieselsteentjes... ...en hoeven ze geen broodkruimels neer te leggen. En Filip en Sven weten de weg helemaal te vinden naar het landhuis... ...en verdienen daar ook nog eens 2000 euro mee. Als we dan even de balans opmaken naar deze eerste opdracht... ...dan zien we dus dat er in totaal 3000 euro verdiend is... ...en dat alleen Sven eigenlijk 1000 euro heeft laten liggen... De tweede opdracht waarin twee kandidaten moeten verstoppelen voor de andere twee kandidaten. Ja, naar mijn mening toch wel een van de leukere opdrachten in dit seizoen. En stel Sven is de mol, hè? even hypothetisch gezien. Dan lijkt het me dat hij niet weet dat die andere twee aanwezig zijn als mol zijnde, toch? Dat zou namelijk de opdracht best wel verpesten. Nou, als de mol Lennart of Anne Lotte was, dan. Heeft de Mol het eigenlijk best wel goed gedaan in deze opdracht? Want door individuele opdrachten uit te voeren en opdrachten samen uit te voeren, weten zij 3000 euro te verdienen. En dit seizoen heeft iets met de kleur oranje. Het werd natuurlijk al gebruikt in het begin van het seizoen met het oranje scherm omdat de kandidaten toen nog niet zeker waren. Maar in deze opdracht zien we die oranje aanduiding weer. Want zowel Lennart als Annalotte hebben oranje tekstballonnetjes wanneer ze met Shield aan het appen zijn. Nou laten we even kijken naar wat die twee verstoppelaars nou eigenlijk moesten doen van opdrachten. Allereerst moesten er twee schilderijen verwisseld worden. Dan moest Lennart de oven uitzetten. Annalotte moest twee popjes in de inkomsthal zetten. Maar die stonden dus niet in het midden en dus moest ze weer terug naar de hal toe. Nou, ondertussen is Philippe ook al een keer naar de wc geweest. Samen proberen ze dan de televisie aan te zetten. Maar ze moeten wel een beetje dicht in de buurt staan. En na wat gepriegel lukt het dan ze uiteindelijk toch. Maar dan beginnen Philippe en Sven wel een beetje argwaan te kweken. En denken dat de kandidaten buiten staan. En dat ze vanaf daar de televisie hebben aangezet. Voor de laatste opdracht moeten de twee kandidaten zich verstoppen in de kast in de keuken. Waarbij Anne Lotte het dan wel weer heel spannend wil maken. Want ze zit de hele tijd met dat slot te pielen. Nee, nee, nee. Maar goed, ze worden niet ontdekt 60 minuten lang. En dus verdienen ze nogmaals 3000 euro. Ja, en geweldig Filip dan nog op het einde van deze opdracht toch nog even lekker laten schikken. Zo. Dan door naar de derde en tevens laatste opdracht van deze aflevering. Vier scenario's spelen zich af in een hotelkamer en een van de kandidaten hangt aan een koord buiten. Hij of zij moet kijken wat er gebeurt in de kamer, en dat dan vervolgens doorgeven aan de kandidaten die een paar verdiepingen lager in een hotelkamer zitten. Drie steekwoorden mogen niet benoemd worden, maar moeten de overige kandidaten dus wel weten te raden. En daarbij mogen ze geen E uh gebruiken, want dan zakken ze ja, vrijwel direct naar beneden. Allereerst is Lennart in een dekbedovertrek roze blaadjes in een pedaalemmer aan het gooien. En wanneer Philippe dit wil overbrengen, gebruikt hij het woord E uh en gaat er dus 1500 euro verloren. Dan is Sven in een. Trouw jurk, een Beleinse bol aan het eten terwijl hij op rolschaatsen staat. Lennart moet dit overbrengen naar de overige kandidaten. Maar zonder ook nog maar één woord te willen zeggen, zegt hij al het woord u euh, en is dus ook af. Nogmaals 1500 euro gaat verloren. En dan is er iets opmerkelijks aan de hand. Want Sven gaat niet naar beneden, want hij heeft hoogtevrees. En Anne Lotte is het tegen iemand anders aan het opnemen in haar hotelkamer. En dit zal wel eens naar de mol van dit jaar kunnen leiden. Want denk even mee. Lennart en Philippe zijn beneden in de hotelkamer aan het wachten op antwoorden. Anne-Lotte is in haar hotelkamer bezig tegen een tegenstander die ze niet kent. En Sven staat bovenop het dak en durft dus niet naar beneden. Maar wat nou als Sven die tegenstander is? Op het forum wordt dit namelijk geopperd, want de geheime aanvaller zou wel eens Sven kunnen zijn. Ja, dit is dan de foto van de aanvaller er nog even bij. Ja, het zou kunnen. Het zijn wel wat blauwige ogen en die heeft Sven natuurlijk ook. Nou, ja, dat zou ook een hint naar Annelotte kunnen zijn. Want stel, dit is de mol die we in aflevering 1 ook zouden zien. Dan is de mol hier met de mol... Handen aan het schudden, wat ik op zich ook een leuke verborgen aanwijzing zou vinden. Het is maar net welke hint jij in jouw eigen straatje vindt, past natuurlijk. Want als je Lotte verdenkt, dan vind je dit een hele goede hint naar lotte. En zo ook natuurlijk voor Sven. Maar goed, hij gaat in ieder geval 1500 euro verloren. Want Sven gaat dus niet naar beneden. Maar dan wordt er 1500 euro verdiend doordat Lotte heel rustig en kalm blijft. En ze merkt op dat Philippe in zijn hotelkamer in een badjas met zijn grote teen slipjes op het nachtkastje moet wippen. En dat moet hij drie keer doen. Sven weet het woord badjas te raden en Lennart weet de woorden nachtkastje en slipje te raden. Door deze samenwerking wordt 1500 euro verdiend en het zorgt ervoor dat Philippe geen pasvraag krijgt. En dan zien we iets gebeuren wat we niet vaak zien gebeuren in de mol. De kandidaten verdenken allemaal Philippe. En dus zal wellicht die ene pasvraag geholpen hebben in deze test. Al in dat Filip, ja, het is een risico een beetje dat ik pak, maar het gaat hier echt om elke seconde en echt om elke vraag. Moesten mij nu vragen hoe zeker ik ben van mijn mol, dan kan ik alleen maar concluderen dat ik zeker ben dat Filip de mol is. Eigenlijk is dat voor mij van de grootste weggevers geweest dat ik nog eens 100% voor Filip moest gaan. Ik denk eigenlijk dat het even in shock is. <laughs> Waarschijnlijk niet. Tot slot kijken we dan nog even naar Follow the Money. Ik heb twee verschillende schema's gemaakt van Follow the Money. Eén waarbij ik de biedingen van aflevering 6 meetel en eentje waarbij ik ze niet meetel. Sommige mensen zijn van mening dat je het Follow the Money schema namelijk niet van één opdracht moet laten afhangen. En dat bleek ook wel te kloppen in het Nederlandse Wie is de Mol seizoen. Als we de schema's er even bij pakken, dan zien we dat als we de biedingen meetellen, op dit moment Lennart degene is die het minste geld verdiend heeft. Met een minbedrag van 1050 euro staat hij onderaan de geldladder. Tellen we echter de biedingopdracht uit aflevering 6 niet mee, dan zien we dat Sven degene is die het minste geld verdiend heeft. Hij staat onderaan met 1050 euro. Ja, en in beide schema's staat Anne-Lotte bovenaan en heeft het meeste geld verdiend dit seizoen. En dan, dames en heren, is het zover en ga ik mijn eindoordeel voor dit seizoen geven. Ik heb dit seizoen. Vaak fout gezeten. Ik heb eerst op Katrien gezeten, ging eruit. Toen op Jasmin gezeten, ging eruit. En nu zit ik op Sven. En hoewel ik het al vaker had aangegeven dat ik Lennart ook heel erg verdacht vond... ...ik denk dat ik dit seizoen toch op Sven blijf zitten als mol. Ander lotte heb ik eigenlijk vrijwel helemaal afgeschreven... ...ook omdat ze nu bij Follow the Money gewoon helemaal bovenaan staat. En daar zit ook nog best wel een groot verschil in tussen Ander lotte en de heren... Ja, en Lennart wordt eigenlijk het hele seizoen al heel erg verdacht door heel veel Moloten, En dat staat mij persoonlijk altijd een beetje tegen. Want als programmamakers laat je de mol natuurlijk niet vanaf aflevering 3 hoofdverdachte worden tot aan het einde van het seizoen. Mijn eindoordeel is dus dat Sven de mol is van seizoen 9. Maar uiteraard, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Laat het even weten in de comments onder deze video. En ik heb nog meer goed nieuws. Want ik ga voor de finalisten een aparte video maken met daarin de beste hints en verborgen aanwijzingen naar die persoon. De video van Sven is inmiddels al verschenen en die staat nu op mijn kanaal. Die kun je bekijken door de i rechtsboven in beeld aan te klikken. En de video's over Anna Lotte en Lennart zullen na vandaag ook op dit kanaal volgen. Voor de exacte tijden moet je even in de beschrijving kijken. Tot slot, Moloten, wil ik jullie heel erg bedanken voor het meespeuren naar de mol. Ik vond het echt overweldigend hoeveel kijkers er waren dit seizoen. Dus ik wil jullie uit de grond van mijn hart bedanken voor het kijken, voor het abonneren. We hebben inmiddels 26.000 abonnees bereikt en zo zat een van de voorgaande video's op 60.000 weergaven. En dat is voor mijn doen echt gigantisch veel. Uiteraard ben ik er volgende week dinsdag gewoon met een uitgebreide nabespreking over het seizoen. Dus als je dat niet wil missen, vergeet dan niet te abonneren op dit kanaal. Hiernaast staan nog twee andere video's, klik die aan. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram, streepje Guido voor nog meer content. Heel veel plezier bij de ontknoping van de mol en graag tot de volgende keer.